Ja, dames en heren, het is weer zover. Jullie zien een mooi watertje. En het is ongelooflijk mooi waar. Een nieuwe car voor Chitten. Het is fantastisch. Eindelijk is een goede car achter mijn nieuwe elektrische fiets. Nou, dat ging als een trein. Gewoon 20 km per uur zonder probleem. En we hebben hier... Ja. Bram de boodschappenman, hij is er ook wel even bij. Gaat niet vissen, maar komt wel even gezellig langs. Of als cameraman spelen, toch Bram? Zeker. We gaan even snel de spulletjes zetten. En dan komt zo meteen mijn grote vriend Daniel Tieding ook weer even gezellig een nachtje mee vissen. Dus wordt weer gezellig. De verloren zoon. Morgen moet ik om 8:30 op mijn stage zijn. Dus dat is wel lekker vroeg. Maar dat maakt niet uit, want we hebben gewoon zin om te vissen. Het gaat vannacht heel de nacht regenen en sneeuwen. Maakt ook niet uit. We gaan gewoon genieten en een visje vangen. En dan zie ik jullie zo. Dan het haakje die ik heb gebruikt is de medium curve, maatje 6. Zit op een water met relatief kleine karpers. Daarom vis ik nu met een maatje 6. Al weet je dat er wat grotere vissen zwemmen, pak ik meestal een maatje 4. Ik ga even het krimpkousje krimpen. Je ziet het water kookt. Even erboven. Even het kokende water. Als je dat nou hebt gedaan, dan kan je, moet je altijd je lijn trekken richting je haakpunt. Dus dat die precies in de richting van je haakpunt buigt. Zie je een mooi klein knikje erin. En, inhaking is perfect. Dus ik denk dat hij het water in kan. Ja, jullie zien het, daar staat het karretje. Maar van wie? Goza! Dat zijn we weer! Hard gewerkt vandaag! Ja, god, 55 km gefietst. Ook nog met het karretje. Kijk eens even. Benen helemaal kapot. Dan kan je eens lekker op het stoeltje zitten. Beunaas. Ja. Lekker man. Ja, dat is wel weer lekker dat het erop zit. Maar wat gaan we doen? We gaan karpen vissen. We zijn een week later dan de video van vorige week. En we gaan het gewoon weer even proberen met z'n tweeën. Precies, het is donderdag. Ja, het gaat sneeuwen vanavond, het gaat heel nog regenen. Ja, dat is wel lekker. En jij moet lekker om 8 uur 's ochtends opstaan ofzo? Heerlijk. Of vertrekken volgens mij. Ja, vertrekken, zeker al vertrekken. Ja, dus we hebben nog aardig wat werk te regelen. Maar niet geschoten is altijd mis. We gaan er gewoon voor, ik heb er wel zin in. Ik heb daar, eigenlijk niet. Ik heb van het weekend weer twee nachten geblankt en met jou geblankt. Ik zit er helemaal doorheen, maar ja, de aanhoudende wind, zeggen ze. Precies. Dus we gaan even een goede steenpje schuiven voor de stekker. Tot 2. En winnaar krijgt 1 en 3, verliezer 2 en 4. Ja, steen, papier, schuim! Lekker! Steen, papier, schuim! Steen, papier, schuim! Steen, papier, schuim! Ja! Lekker! Jongens, het is weer zover. Een lekker nat waterpakkie. Oh, en wat leuk is, ik moet nog een hengel. En wat nog leuker is, dat Daniel altijd nog twee moet. Wat nog leuker is, dat jij morgen heel erg op stage moet zitten met natte broek. Ja, ik heb natuurlijk een andere broek bij, jongens. Okay. Jongens, dit is even lekker. Ja, hij wordt natter en natter. Ja, joh, het is elke dag erger. Maar het mooie is, mijn hengels liggen. En die vertiering die moet er nog. Hoppakee jongens. Nou, we gaan vissen met de riggies die ik de vorige sessie samen met Wessel geknoopt heb. Zijn nog vlijmscherp, heb ik al gevoeld. En hoe had je toen gevangen? Niks gevangen, maar de aanleiding. Ja, wel twee brasems. Dus de riggies werken, dat bewijst zichzelf natuurlijk wel. Ik ga vissen met twee single puppies, want de Chitter die zit met twee gronda's. We gaan eens even kijken wat werkt. En wat hebben we hier? De pop-up case van Ridge Monkey. Heb ik al een tijdje in mijn bezit. Eigenlijk nog nooit gebruikt, maar hij blijkt achteraf toch best handig te zijn. Ik heb vier verschillende pop-up bakjes met een afschenkbakje erin. Kijk, een soort mandje. Kijk, al het sap zit hier nog in. Hierin zitten de pop-ups. Nou, heb ik ongeveer een week laten zoeken allemaal. Dit is, ik weet even niet welke dit is uit mijn hoofd. Maar wat ik wel weet, is dat we met deze gaan vissen. Dit is de tonijn van de garlic. De garlic van onze grote vrienden uit Groningen. Nou, die ruik je inderdaad wel lang laten zoeken ook. En jij zei tegen mij, deze moet je echt gebruiken, hè, die derde. Ja, die stonk het meeste. Ja, dat zijn... wel tonijnpop-ups volgens mij,
met bloedworm extract, tonijn extract en garlic extract. Zo! Nou, dan is het feest compleet, dat weet je zelf ook wel. Ja. Heb je er al zin in dan? Nee, ik heb er echt helemaal zin in. Het is koud, het waait, ik ben moe. Ik wil eigenlijk lekker zitten op de stoel, maar goed. Want wat ga je doen? Mijn kleren allemaal uittrekken. Broek uit op jou! Broek uit op jou! Ja, hij komt zo meteen omhoog. Hey, maar de weer een pak in. Hij is ervoor gemaakt om broek te blijven en alsnog als je erin gaat, worden alle kleren nog. Nou. Dus wat doen we? Ja, kleren uit. Hey, maar, ik ga niet voor je liegen, man, maar je zit er geen slippers in. Ja, niet liegen voor mij, hè. Ik ga niet voor je liegen. Durf je broek uit. Ja. Uit, op je hoofd. Ik heb mijn onderbroek. Oh. Gaan we even op mijn hoofd zetten. Oh. Zeg broek uit op je hoofd. Broek uit op je hoofd. Broek uit. Dat gaan allemaal passen. Allemaal doekkoek. Ja, zo willen wij. Het speelt als je voor de eerste keer in je jaar zo het zee loopt en je bal zo graag de zee gaan. Zo voelt heel mijn lichaam nu. Nou, wat ben je aan het doen? Ja, we hebben er we hebben er twee nieuwe vrienden bij. Eentje zit hier naast me. En eentje zit daar. Wie is dat? Hij vindt het hartstikke gezellig hier zo. Kijk, hij heeft al die beunen op. Hey, kom maar, hondje. Hij wil gewoon niet weg, hè? Nou, een oude hondenpleis, waar ben je aan het doen? Ja, hup, weg. Kijk, nee, ja, weg. En die baas staat al kilometer verderop. Ga dan naar die baas sturen. Kijk, en welke optreden gaat hij liggen? Kijk, kom. Hup, naar de baas. Kom. Ja, nog niet. Er hangt wel wat aan. Maar zit er wat aan? Ja, ik denk een baas of zo. Dat zou toch wel verlachen zijn? Nee. Geen grap hier. En je hebt zelfs toeschouwers aan. Hey! Hey! Volg op Insta, Jada. Ah. Schijn eens even op het water. Ja, ik zie er helemaal niks van. Ja, dat is misschien wel helemaal niks trouwens. Lappie pik. Ja, of een giebeltje of zo, of een lappie. Er zit sowieso niks aan. Ja, wel iets. Dat is top. Hey. Je had nog even tel moeten wachten, pik. Dus dan pak je hem. Hangt wel wat aan. Ja, kom. Wat, hè? Echt niet hard. Hup. Ja, nee, dat hangt wel wat aan. Als het een karper is, word ik gek. Misschien is het wel een karper trouwens. Ik denk dat het een braaspie is. Nou, in één keer had hij wel... Hij is helemaal hierheen genomen. Oh, hè? Is het? Karper. Zilt of zo. Schijnt is een groot, hè? Braaspie. Het is een heel klein karpertje, denk ik, hoor. Het is echt een nieuwe karper. Nee, dit is het kleinste van mijn leven, denk ik. Godver, je ziet niks. Ik pak wel even die ram. Dames en heren, we hebben echt de bak van het water te pakken. Mijn targetvis. Als ik hem verspeel, dan breek ik mijn hele kapot. Echt abnormaal. Ja! Catch him! Ja! Oh, eindelijk! Wat een bak! Echt lang voor gevist. Ja. Yes, daar is hij dan. Dat is maar een geintje. Ik denk de kleinste vis van heel het water. En ik heb hem net in het water onthaakt. Ja. Hij hoeft de kant niet op van mij. Kijk eens. Wat zal de wegen zijn? Kilootje of 2, 3. Ja, nou. 2 kilo'tjes. Dat maakt net. Helemaal lekker zwemmen en op naar de volgende. Hoppa. Uitlopen, ja. Het is donker. Misschien moet het maar. Maar we gaan even de situatie aankijken, denk ik. Ja, ja. De brazemkoning van 2022. Moet je kijken hoe die gehaakt is. Waar? Is? Ja. Is er bovenlip? Nee, in zijn neus of zo, kijk. Ja, wat? Boven zijn mond is die gehaakt. Ja. Dames en heren, het is ondertussen ochtend. Het is een hectische nacht geweest. Heel veel regen. Kijk, dit is bijvoorbeeld mijn haar in een zakje. Oh, dat is toch lekker. Ah, het is niet lekker. Het is hoe laat? 7:45? Nee, vroeger nog. 7:45. Zit, ik moet over een half uurtje beginnen van stage. We hebben nog een vis in de sling. Ja, en een spiegel wel. Een bijzondere spiegeltje. Nou, we zijn al bezig met opruimen, want we hebben echt haast. Chit heeft er veel zin in. Heel de dag, de week, op zijn stage zitten. Heerlijk. Ja, de dag kan niet meer beginnen. Nee. Laten we zo even overschakelen naar Daniel bij de spiegelkamer. Kun je niet even helpen, Tiek? Helpen. Kun je dan zeggen, ik zeg dat tegen Chit, ik zeg, kun je even beter alles bovenop de berg overleggen? Nee, lukt wel. Kut, sorry. Helpen. Oh, hoe? Ja, duwen. Wacht, ja, wacht even. Jawel, lekker zonneschijntje. Tentjes helemaal opgeruimd. En zit hier de bakken van, hè? Dit is hem, hoor. Het Mexicaanse spiegeltje. Nee, jongens. Waarschijnlijk een uitzettertje. Super klein. Hier heeft hij helemaal geen schubben.
Maar heeft hij nog gewoon een paar kleine mini schupjes op zijn flank. Picasso Junior. Ah! Voor mij wil hij gaan zwemmen. Zie je? Nou, mooie visie. We zijn er helemaal blij mee. Hij heeft wel veel groter van vannacht. Ja, dat is echt een bakkennacht. Maar ja, joh, dat was gezellig. Dus hij kan terug. En hebben we gevangen en verspeeld. En gevangen. Dus en brazen. Ik heb vannacht ook nog een vis gespeeld helaas. Maar dat kan gebeuren. En dan haasten. Fotootje en ik ga terug. Over 20 minuutjes moet ik op stage zijn. Heerlijk. Yes, meester. Ik ben wel haast. Hij moet even 3 minuten op stage zijn. Ja, dat is wel netjes. Dus snel afsluiten. Ja. Ik ga zo even mijn haar doen. Mijn schoenen even nog een klein beetje oppoetsen. Zit helemaal onder de blubber. En dan... kennen we lekker naar stage toe. Vond je de video nou leuk? Het was een kleine video, korte video. Met 2 kleine visjes. Maar ja, we hebben toch gelachen. Met die hond hebben we gelachen. Gewoon een leuk nachtje. Doe dan een duimpje omhoog. Doe ook een duimpje omhoog als je mij een strijder vindt. Dat ik gewoon voor mijn stage ga afvissen. Allemaal video's te maken voor jullie. Zijn jullie zijn karpervissers? Ja. Zeker. Zal ik jullie zo'n oud geheim vertellen? Hey! Hey! Hey, hey. Gozer!